They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Het is een nieuwe ochtend op Ever After High. En de studenten maken zich klaar voor weer een doodgewone dag. Doodgewoon? Zo doodgewoon is deze dag niet. Is er echt ook maar iets sprookjesachtiger dan mijn verjaardag? Mijn verjaardag? Oh, jij bent zo grappig. Want jouw verjaardag wordt toch niet door de hele school gevierd met een Royal Taartbakwedstrijd? Dit jaar doen niet alleen de Royals mee aan de wedstrijd. Want ik maak voor jou een hekstastische appelkruimeltaart. Je bedoelt een giftige appelkruimeltaart. Jij bent de dochter van de boze koningin, dus je wil mij vast vergiftigen. Ben je de grote erfdag vergeten? Ik bepaal voortaan mijn eigen lot. En mijn taart is slechts gevuld met suiker, wat kaneel en een klein snufje liefde. Niet te geloven. Raven probeert me niet eens te vergiftigen. Oh, ik wil een spreukjesmaskertje. Ik wou dat we iets voor haar konden doen. Ja, maar je kunt Raven niet dwingen haar te vergiftigen. Goed idee, Ash. Ik doe gewoon wat druppeltjes monsterslijm in Raven's taart. Dan denkt Apple dat Raven haar wil vergiftigen. We kunnen er toch ook een paar mooie schoenen geven? Oh, Derry. Taart met een foto van jezelf erop. Wat charmant. En dan krijgen we nu Raven's taart. Dat toe. Oh, Apple, denk eens even na. Ik ben nog je voorproever. Huh? Ik moet proeven of de taarten wel goed zijn. Oh, wauw, heerlijk zacht en smaakvol. Wat? Apple, ik zweer je... Je wilde me dus wel echt vergiftigen. Hé, maar ik was degene die... Ik bedoel, ja, goed gedaan, Raven. Jij boosaardige meid. Briar. Ik moet er weer vandoor. Oh, ik wilde ook een phoenix zijn. Nou ja, later. Ik ga maar weer. Yep, kijk me gaan. Ik heb geen tijd voor vragen. Nope, ik ben pleiten.